elftallen worden gewoonlijk het eerst begroet door de leden van het Corps Fotografiek. Dat was ook zo bij de laatste Nederland-België ontmoeting. Het publiek, ook het Belgische, wil nu eenmaal graag foto's zien en liefst zo gauw mogelijk. De ANP-fotograaf heeft meestal bijzondere haast, want zijn opnamen worden telefonisch naar alle windstreken verzonden. Per snelste gelegenheid gaat hij met zijn belichte plaat naar een fotowinkel. In de donkere kamer wordt het negatief uit de camera gehaald en ontwikkeld. Voor elke fotograaf is het altijd weer een spannend moment. Zou het er goed op staan? Dat weet hij na een minuut of 10. Van het negatief wordt een afdruk gemaakt en terwijl die ontwikkeld wordt, brengt de fotograaf het zendapparaat in gereedheid waarmee de foto moet worden overgeseind. De foto wordt op de rol van de zender bevestigd. Per telefoon zoekt de fotograaf dan contact met de ontvanger, in dit geval met Brussel. Aan de andere kant, in Brussel dus, plaatst men een onbelicht negatief in het ontvangapparaat. De motoren van zender en ontvanger worden vervolgens op elkaar afgestemd en dan kan het overseinen beginnen. Een foto-elektrische cel tast de hele foto af en zet de lichttrillingen om in elektrische trillingen. Via de telefoonlijn gaan deze elektrische stroomstootjes naar het ontvangapparaat. Daar vindt het omgekeerde plaats. De elektrische trillingen worden nu omgezet in lichttrillingen die het negatief belichten. Dat hele proces duurt 7 minuten. De ontvanger behoeft het negatief daarna slechts te ontwikkelen en kan er dan zoveel afdrukken van maken als wenselijk is. Dankzij deze zogenaamde telefoto was het mogelijk dat de Belgische avondbladen reeds enkele uren na de wedstrijd met deze foto's konden uitkomen.